We zijn hier op het hoofdkantoor, het nieuwe hoofdkantoor van Cordeel in Temse. Deze twee betonnen pilaren die de glazen constructie recht houden, daar hebben wij uiteindelijk ons steentje bij kunnen bijdragen. Maar vooral eigenlijk naar waterdichting, omdat de twee betonnen pilaren in een kelder als fundament staan. En die kelder moest zeker en vast heel belangrijk dat die waterdicht was. Wel, de samenwerking tussen Hacron en Cordeel Temse gaat al meerdere jaren en meerdere projecten terug. Uiteindelijk door de samenwerking van werfleider, als ook eigenlijk van ons met op tijd de materialen en het nodige advies te kunnen geven, is wel geresulteerd tot een waterdicht fundament. De partij Hacron kennen we eigenlijk al jaren, hè. En die ook altijd innovatief meedenken en met nieuwere systemen ook om je beton esthetisch eraf te leveren. En wat er toch wel belangrijk was. Ja, net zoals we gewoon zijn bij Cordeel, is dit weer een uitdagend project. En wij hopen nog aan veel uitdagende projecten samen met de groep Cordeel te kunnen meewerken.